Wanneer ik aan het fotograferen ben, denk ik nergens aan. Het ontstrest en het geeft mij heel veel rust. Vooral als de zon opkomt, ben ik in mijn eigen wereld gewoon zen. Het begon eigenlijk 6 jaar geleden met Instagram, toen de app net gelaunched was. Sindsdien is fotografie een passie geworden. Mijn stijl in het fotograferen is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan. Ik ben op zoek naar rust in mijn beeld. Mijn foto's zijn heel vaak symmetrisch. Strak. Maar ook het surrealistische laten terugkomen, dat vind ik echt heel vet. Omdat het iets is wat niet al staat. Maar als je eigen beleving, je eigen verbeelding creëert, dat inspireert mij. De doorslaggevende reden voor mij om voor de Z50 te kiezen, is omdat het heel makkelijk te bedienen is. Dat ik eigenlijk mijn focus meer op de creativiteit kan zetten, dan op de functionaliteit van de camera zelf. Oh, daar! Oh, wauw, we moeten daarin! Kom, even portret. Op het moment dat het licht ergens anders scheen, dacht ik van wow, ik moet dat moment pakken, ik moet even daar naartoe gaan. Wat voor foto ik op dat moment maak, dat verzin ik dan wel ter plekke. Stil, blijf stil, nog even. Wat ik ook heel fijn vind van de Z50 is dat het touchscreen heeft, waarmee ik scheptepunten aan tikken en daar meteen ook foto's mee maken. En het scherm kan zeg maar gekanst worden, zodat ik op een lager standpunt ook een mooie foto kan maken, zonder dat ik echt op de grond moet liggen dat mijn kleding vies wordt. Dus dat is echt top. Ik fotografeer ook vaak mijn haarbeweging en dat soort dingen, vind ik heel tof. Dus dan is het eigenlijk heel handig om de burstmode te gebruiken. Zodat ik zeker weet dat 1 foto bij zit die gewoon vet is. Ik krijg wel eens de vraag van, joh, hoe kom je aan zoveel volgers? Heb je die gekocht? Wat doe je nou? Ik kijk niet naar de likes, niet naar de volgers. Ik probeer altijd het perfecte plaatje te maken. Ja, daar zoek ik echt wel naar. En ik krijg er heel veel energie van.